deze short film gaat over, over wat er allemaal gebeurd is naar aanleiding van vorig jaar. De coronacrisis, alle maatregelen die getroffen zijn. En ja, wat dat allemaal voor gevolgen heeft gehad op de jongeren voornamelijk. Het zijn 5 fragmenten waarbij we inzoomen in de huiskamer van ja, die mensen eigenlijk. Wat kan ik eraan doen? En wat heb ik nodig? En waar kan ik heen? Wie kan ik bereiken? Het belangrijkste is dat we met deze film laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Voor mij is dat er heel veel dingen zijn waar we de afgelopen tijd zijn tegen aangelopen als jongeren, als mensen, als maatschappij zijnde. Maar dat er altijd vooruitgang is. Dat we altijd vooruit kunnen en dat het altijd beter kan. Maar dat je ook mag stilstaan bij dingen die niet zo goed gaan. En dat we die willen overbrengen door muziek, door dans, door spoken word, door het hele verhaal. De aandacht te vragen voor die problemen, omdat die verder gaan dan alleen maar nu deze crisis. En de boodschap is heel erg, het komt wel goed. Want die film is niet gemaakt om het alleen maar het probleem aan te stippen. Die film is juist belangrijk omdat we gewoon die jongeren, juist de jongeren waar je niks over hoort, willen helpen. Ik doe mee aan het project omdat het de laatste tijd heel moeilijk was om werk te vinden. En ik ben net afgestudeerd en nu krijg ik eindelijk weer de kans om van mijn danspassie mijn werk te maken. De samenwerkingspartners in dit project zijn professionals. Nu ook gewoon thuis zitten, minder werk hebben en hun bijdrage leveren in dit project. De manier waarop ze zelf hun eigen choreografie maken of gemaakt hebben. De manier waarbij ze hun talenten laten zien en de manier zoals ze het wegzetten, top. Door middel van deze film kan ik zeker mijn talent ontwikkelen. Ik krijg heel erg de ruimte om eigen invulling te geven en om mijn beste kant te laten zien. Ik denk dat iedereen dat wel heeft ervaren in het project, dus dat is heel mooi. Mensen moeten de film zien omdat ons verhaal heel erg accuraat is. Omdat het een perspectief belicht dat vaak vermeden wordt in onze maatschappij. En ik denk dat we hier meer over mogen praten. En omdat we gewoon super hard getraind hebben.